NAX heeft gistermiddag haar vijfde iconenkalender gelanceerd met daaraan gekoppeld een expositie. Hiermee brengt de organisatie hulde aan 12 Surinamers die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het land. De nieuwe iconenkalender is in het NAX-centrum aan de Thompsonstraat gepresenteerd. Dit project is volgens NAX-voorzitter Sigmund Staphorst belangrijk voor de Surinaamse historie. Het behoud van de Afro-Surinaamse cultuur en de nationaliteitsbeleving. De teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Suriname om zodoende deze taal te promoten. Bij de keuze van de iconen is niet alleen gelet op hun bijzondere bijdrage aan de nationale cultuur en de nationale ontwikkeling, maar ook op genderverhoudingen, zodat er een balans is in het aantal mannelijke en vrouwelijke iconen. De manier waarop NAX kijkt naar de iconen is er een van, ja, je moet wel aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor zo'n, ja, te noemen award. En die criteria zijn vastgelegd. Er zijn mensen die, organisaties en personen die voordrachten doen. En er is een commissie die aan de hand van criteria de selectie krijgt. Maar wat nooit zal gebeuren bij ons, is dat er voorbeeldpersonen worden gekozen die misdaden hebben gepleegd tegen onze voorouders. Dat zul je nooit, nooit zal zo'n figuur op onze kalender spreken. Het zal ook nooit zo zijn dat mensen op de kalender komen die onze voorouders hebben miskend, vertrapt, de rechten vertrapt hebben, ze mishandeld hebben, verkocht hebben, ze gemaakt hebben tot een non-person. Het kiezen van personen die een misdaad hebben gepleegd tegen onze voorouders is volgens Staphorst een zonde. Er is bewust gekozen voor een aantal bijzondere Surinamers die nog in leven zijn, omdat NAX van mening is dat helden gedurende hun leven gewaardeerd moeten worden. Cultuurdirecteur Roseline Daan gaf aan dat het directoraat NAX op een bijzondere manier gaat ondersteunen met de iconenkalender. Mevrouw Staphorst heeft het over het uitgeven van een boek. Het directoraat Cultuur reikt u de hand. Wij ondersteunen daarbij. En dat challenge meen ik dat die enkele uitdagingen uit de weg. Ook wij zullen ervoor zorg dragen dat uw digitaal werk wordt uitgezonden op de televisie. NAX heeft graag dat alle scholieren de iconenexpositie zien. Daan zal dit verzoek bespreken met het directoraat onderwijs.